terug. Het is vandaag donderdag, de dag na onze meet and greet. We zijn echt gesloopt eigenlijk. Ik heb net even lenzen gehaald, want die waren helemaal op. En wat wil ik zeggen? Ja, we hebben vanochtend lekker gedoucht, lekker fris en fruitig. Nou, ik vond het wel echt. Maar gewoon... nooit zeg je het. En nu lijkt het alsof je die ene keer hebt gedoucht na drie weken. Sorry, maar het is wel benoemenswaardig vandaag, want het was nodig. Het was nodig. Heb je nou je batterij niet opgeladen en je gaat de hele dag op pad? Wat is dit? Ja, ik ga de hele dag op pad. Ik ga even met jou mee. We gaan naar Amsterdam, want ik ga Nessie supporten, want hij wou niet alleen weg vandaag. Hij vond, nou ja, hij wou wel weg vandaag, maar hij vond het heel erg leuk als ik meeging, toch? Ja. Tegenwoordig wil ik echt heel druk met jou meegaan afspraken. Is dat een nieuw iets? Nessim is zo een model. Vandaag is hij een model. Zo'n lelijke model. Model Nessima. hij heeft zo'n foto's op mijn Puma. En ik ga mee. En ik heb natuurlijk mijn Puma's aan. Woo! Lekker hoor. Nou, dat was het. We hebben een cappuccino gehaald. En mijn batterij is bijna op. Dus ik zie jullie straks weer daar. Wij zijn nu op een boot. Heel veel Puma spullen. Je mag alles houden, ja. Hoi hoor. We zijn nu in Meram Osdorp. Ik ga even mijn bril opdoen. Wij gaan hier lekker eten. Eindelijk klaar met de fotoshoot. En we hebben nu gewoon trek. Lekker manten en shoban. Maakt niet uit hoor. Ik heb een lekker gegeten, mijn buik zit vol. Ik heb een cheesecake gehad met aardbeien. Dat was echt de lekkerste cheesecake ever. Had ik echt niet verwacht. Maar ik heb wel van genoten. En ik denk vandaag gezond gegeten, maar dat gaat niet door. Maar de planning is, wij zijn nu dus onderweg naar Mediamarkt. Hier in de buurt. En dan gaan we dus een weegschaal halen. Begin van healthy lifestyle. Aangezien mijn weegschaal kapot is door deze man hier, ga ik een nieuwe halen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik ondertussen weeg. Dus hoeveel denken jullie dat ik nu inmiddels weeg? Nessie is gewoon 5 kilo aangekomen. Maat, waarom moet je me zo snitchen? Hij weegt nu 85 kilo in plaats van 80. En we gaan nu even wegen hoeveel ik weeg. Nou, Ness? Nou. Ik kom van 57 kilo. Shit. Ik ben dus een beetje aangekomen, maar dit wordt dus mijn weegschaal. We zijn inmiddels al even thuis. En ik ben even begonnen aan een grote schoonmaak thuis. We hebben even boodschappen gedaan. Ik heb de kat even op de gang gezet, zodat ik hier even kan luchten. Ik heb al ramen en zo opengezet. Want als ik dat ga doen, dan gaat Lira gewoon uit het raam. Ik kon het niet omhoog tillen, dus ik heb gewoon de kar even meegenomen. Die gaat straks weer naar beneden. Dan hoop ik zo met een uurtje helemaal klaar te zijn met alles. Ik heb met de vaat gedaan. Ik moet ze nog even dweilen. Ik heb gewoon echt op één zin om ze schoon te maken. Ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Ik heb tomatensaus gehaald. Saté saus. Want deze hadden weer zin in kip saté. Niet vandaag, maar ooit. Spinazie. Griekse yoghurt. Leuk hoor. Schablon. Tomaten. Komkommer. Dit is courgette. Rot op. Hey, de telegraaf. Sla. Nessie, wil je niet op de achtergrond dat het lopen schelden? Dinar is daar. Peterselie. Ik koop trouwens altijd platte peterselie. Walnoten, ik heb het echt gemist. Vuilniszakken. Suikervrije kauwgom. Rode uien. Komkommer. En Nessie heeft deze gekozen, ik weet niet waarom. Waarom heb je deze gekozen? De buitenbeentjes? Die waren harder. Oh. Courgette? Waarom lach je? Waarom heb je trouwens twee courgettes? Nee, je hebt hem gewoon teruggelegd. Ga weg. Pak hem dan, leg hem daar dan. Matalajan? Spitskool, waarom leg je hem terug? Tomaten? Nee. Kruiden, jus. Chips. Ik ga hier niet eens meer op in. Ik heb rijst. Kroephoek, vleeskip, kokoskoekjes, mozzarella. Ik heb
kokoskoekjes gekocht bij mijn koffie vandaag. Ik had er vandaag nog zin in, maar vanaf morgen dus strikt, bitches. Dat zeg ik elke dag, maar oké. Het moet ooit gaan gebeuren. Pure chocola, 85%. Voor Nessim, kikkererwten, kidneybonen, bruine bonen en mais. Buffala. Wat is dit nou? Ik dacht dat het mozzarella was, maar volgens mij is het ook wel gewoon lekker. Voor bij de salade. Ik heb ijsthee siroop gehaald. Afwasmiddel van Dreft. Deze olijven. Ik heb deze nog nooit gehaald. Maar deze waren in de aanbieding. Dus ik dacht, let's try it out. We hebben weer van die watermeloen. Water gehaald. En eieren. En voor de katten even grind. En voer. En natuurlijk onze favoriete kaasblokjes. Deze halen we standaard. Zo, bak is weer even gevuld met rijst, pasta en alles. En het bakje voor onze kat is ook gevuld. Ik ga stuk. Oké, Nessim is nu gaan slapen. Ik heb nu nog een uurtje om te gaan schoonmaken. Om te koken voor hem voordat hij weggaat. Want hij heeft dus helemaal aan de andere kant van Nederland een show. En ja, dat is het eigenlijk. Schoonmaken en koken binnen een uur moet wel lukken. Ik wil heel graag een gezonde maaltijd. Ik ga even worstjes maken. En asperges en nog een salade. Na een lange tijd weer even gezond eten. Asperges, worstjes, een lekkere salade. En daarna lekker watermeloen. Echt zin in na een lange tijd, man. Te lang ongezond gegeten. Oh, Nessim is inmiddels al weg. En het is vandaag dus donderdag. En ik ben vanavond dus alleen. Dus als jullie weten, Temptation Island is weer begonnen. Temptation Island Vips. En ik vind het seizoen al echt super leuk. Gewoon omdat er best wel veel gebeurt eigenlijk. Deze zijn trouwens echt snel gegaan. Ik ben op Primark. Ik vind ze tot nu toe echt de beste gewoon. Ik vond ze echt super fijn. Want ze zijn best wel zeg maar vochtig. Heel vaak als je dit soort doekjes zeg maar koopt, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo vochtig. Ze worden ook snel droog en zo. Maar deze echt niet. De laatste tijd deed ik eigenlijk alleen maar olie op van de rituals voor slapen gaan. Maar ik merk dat als ik heel vaak olie gebruik, mijn huid daar ook weer slecht op reageert. Dus ik doe weer even deze op. Het is eigenlijk gewoon mijn dagcreme, maar ik gebruik het soms ook gewoon voor het slapen gaan. Als ik merk dat mijn huid ergens niet goed op reageert. En dat heb ik nu even. Ik heb gelukkig de laatste tijd niet zoveel shit meer met mijn huid. Mijn huid is best stabiel en dat is eigenlijk omdat ik er gewoon van af blijf en er niks speciaals mee doe. Ik doe ook geen speciale behandelingen meer of zo voor mijn huid. En ja, dat vind ik echt een dikke prima zo. Heerlijk. En sowieso vind ik het nooit verstandig om in de zomer gezichtsbehandelingen te doen. Dat doe ik lekker allemaal daarna. Guys, ik heb lekker mijn gezicht ingesmeerd. Ik ga nu even een theetje maken en dan ga ik lekker tv kijken. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei.